Het Deventer bedrijf Regenfiber wil eind dit jaar starten met de aanleg van glasvezel in heel Leeuwarden. In twee jaar worden 38.500 woningen en zo mogelijk ook bedrijven, scholen en instellingen aangesloten. Regenfiber met een nieuwe kabel in Leeuwarden, is dat nodig? Nou, het is uh, zeker nodig, want het is hartstikke mooi uh, voor een aantal dingen. Het is hartstikke mooi dat je uh, zo'n uh, glasvezelkabel een heel leeuwarden krijgt. Voor 45.000 aansluitingen, uh, 38.000 uh, huishoudens die daarop aangesloten kunnen worden, en het MKB. Nou, en dat is zeker wel nodig. Mooi snel uh, netwerk is dat eigenlijk. Regal wordt daarmee een stevige concurrent van kabelbedrijf UPC. Ik denk dat, dat zowel UPC als Regenfiber met goede aanbod ook voor de Leeuwarders nu moeten gaan komen, maar ook voor het MKB. Dus ik denk dat het ook heel goed is, zo'n stuk marktwerking. Leeuwarden wordt de eerste stad in Friesland die volledig op de glasvezel is aangesloten. Daardoor komen allerlei ICT-mogelijkheden binnen ieders bereik. Super breedband internet, maar ook zeer hoge kwaliteit televisie. Er zijn veel meer mogelijkheden. Je kan communities maken. Hè, dus dat uh, mensen bijvoorbeeld uh, in een straat of in een stad of in een bepaalde wijk met elkaar in contact kunnen komen, berichten met elkaar kunnen uitwisselen. Dat is heel interessant, want dat is ook echt de toekomst. En, uh, maar daarnaast zit er nog een ander heel interessant aspect aan voor ons, en dat is de werkgelegenheid. Het is zo dat je de komende twee jaar zo'n 1000 tot 100, of 100 tot 150 mensen aan het werk kan hebben hiermee. En juist in die crisistijd is dat natuurlijk heel erg interessant voor ons. Zijn die mensen beschikbaar? We hebben heel veel mensen die op dit moment uit ROC stromen. Dus dat zijn mensen die heel moeilijk nu werk kunnen vinden of stageplekken kunnen vinden. Die zouden dit nou uitstekend kunnen doen. Vraag je met een ROC erbij te kijken hoe kunnen we daar een mooi leertraject ook van maken, zodat na die twee jaar, als de markt weer aantrekt, zij in andere banen kunnen stromen. Dat is heel interessant hiervan. Voorheen waren de kabelnetwerken eigendom van de gemeenten. Die verkochten de kabel voor veel geld aan de voorgangers van Ziggo en UPC. Er werd ongeveer 1400 euro per woningaansluiting betaald. Dat netwerk bereikt nu de top van haar mogelijkheden. De aanleg van een nieuw netwerk kost ongeveer 800 euro per woonhuis, iets meer dan de helft van de prijs van het kabelnetwerk. Regafiber investeert dus 31 miljoen euro in Leeuwarden. Nou is Leeuwarden de eerste plaats in nou, het noorden van Nederland, in de drie noordelijke provincies, die met Regenfijbe een contract heeft. Hoe zijn jullie aan die mensen gekomen? Nou, wij uh, hebben op een gegeven moment een debat gehad in de raad over onze uh, stadsring. Dat is uh, ring voor grote uh, werkgevers uh, en dat is ook glasvezel. Die hebben we ooit zelf aangelegd. En we hadden eigenlijk een gesprek met de raad, we zouden daar ook al huishoudens op aan willen sluiten. En hoe doe je dat dan? Moeten we dat zelf doen of moeten we in de markt gaan kijken? Toen zijn we gewoon in de markt gaan kijken en daar is deze partij uiteindelijk als partner uitgekomen. In Zuid- en Oost-Nederland zijn al ruim 300.000 woningen aangesloten. 61% van de bewoners heeft daar haar oude kabel ingeruild voor de glasvezel van Regiofiber. Overigens is KPN voor 41% aandeelhouder van Regiofiber. We kennen ze bijvoorbeeld van, van Vathorst, een wijk in Amersfoort, waarin heel erg uh, ook die bewoners met elkaar uh, bij het aanleggen van die nieuwe wijken in contact gekomen zijn. En daar werkt dat heel erg goed. In totaal wordt 650 kilometer glasvezel in de grond gelegd. En daarvoor moet in elke straat gegraven worden. Om de overlast te beperken hebben Regelfiber en de gemeente een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Nou ja, dat zal niet in één keer gebeuren, dat zou in uh, onderdelen gebeuren. Maar Echo Fiber die is daar wel heel erg goed in. Die gaat samen met de gemeente gewoon zorgen als er bijvoorbeeld een wijk is waar kabels aangelegd gaan worden. Dat er ook een communicatiecentrum uh, uh, ingericht wordt, zodat iedereen precies weet uh, uh, wat er gaat gebeuren. En wij zijn ook met Regenviber bezig om de planning heel erg strak te maken. Dus stel dat wij werkzaamheden in een bepaald gedeelte van de stad hebben, dan sluit Regenviber daar ook meteen op aan. Zodat we graafwerkzaamheden kunnen combineren en andere werk. En verder zorgen dat de overlast zo laag mogelijk is voor de leeuwarders. Kun je uitleggen wat Regenviber nu extra heeft? Wat die glasvezel in kan houden voor de consument? Nou, dat betekent dat je eigenlijk al je digitale uh, zaken op uh, glasvezel kan zetten. Snelheid is heel erg belangrijk. Je kan heel veel uh, informatie over uh, de glasvezel heen uh, halen. En je kan uh, in een netwerk uh, veel makkelijker werken met ook anderen. Dus mensen die, uh, met jou, uh, die samen met jou op die kabel zitten. Nou, dat is ook een stuk goedkoper vaak uh, om mee in contact te komen. Maar vooral ook uh, naar de toekomst toe. Je weet helemaal niet wat die hele ict ontwikkeling is. Nu verder gaat doen. Hè? We zijn natuurlijk allemaal begonnen met die hele digitalisering. Zo van nou leuk. Het is leuk om eens wat met internet te doen, maar je ziet eigenlijk dat we naar de volgende generatie en naar een volgende generatie gaan. Dat je echt films aan het uitwisselen bent en dat je die eigenlijk misschien ook wel zou willen bewerken. Uh, dat je uh, nou, steeds meer aankopen ook gaat doen op uh, toch wel beveiligde, maar het liefst ook snelle systemen. Dus waar dat allemaal heen gaat, dat weet je niet. Maar je weet wel dat je heel veel capaciteit moet hebben om er ook voor te zorgen dat je in de toekomst als stad... Klaar ben om met die digitale uh, volgende generatie mee te gaan. Een grote plus voor hè? Ik denk het wel. Uh, en uh, ik ben er ook wel heel erg trots op dat ook dat werkgelegenheidsgedeelte, juist nu in die crisis, daar vastgeknoopt is.